Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Sword and Shield Avatar Lock met Jordi van de Subpar Guys. Hallo. De vorige aflevering hebben wij Mushi. De vorige Mushi. Hebben wij drie gymleaders verslagen, of vier. Drie gymleaders en Beedie hebben we verslagen. Ja, en we weten niet of Beedie heeft de training gedaan, we weten niet of Beedie al de gymleader nu is. Want in de postgame is hij al de gymleader, maar... Ja, dat is een goede vraag. Laten we het stadion binnenlopen en kijken wat ons te wachten staat. Nou, bar weinig, want Roos zit zo van, hey jongens... Spoilers, Jordi. Gelukkig vorige aflevering helemaal niks over gezegd. Nee. Ik vond dit... Kijk, het was een beetje te verwachten dat dit ging gebeuren. Maar toch vond ik het wel grappig hoe dat gebeurde. Kijk, ik vind het wel heel geinig dat het net voor de champion fight gebeurt. Mm-hmm. Maar, en heb ik ook al eerder gezegd, ik vind het zo vervelend dat alles nu pas gebeurt. Ja, precies. Kijk, dat dit letterlijk gebeurt voordat de champion fight is, weet je wat? Vind ik op zich prima, want wat is de beste manier om aandacht te krijgen voor zoiets... Je doet het tijdens de finale. Ja. Heel de regio kijkt mee natuurlijk. Nee, precies. Ja, natuurlijk doe je het dan. Maar had dan dat hele macrocosmos verhaal dan... Veel eerder in de game gedaan. Precies, want even puur vanuit de game, even in game tijd. Alle fights heb je in de middag nu gedaan. Je hebt je fight met Beedie gehad, je hebt je fight met Nessa gehad. En... Daarvoor heb je dus die onzin gehad met Macrocosmos. Dat was eigenlijk een beetje de dag daarvoor. Ja. En opeens heb je dan dit weer. Ja. Het is een beetje te veel van het goede in één keer. En inderdaad heeft Leon wel gelijk als hij gewoon nu deze dag had geskipt. En de volgende dag had gedaan samen met Leon had er niks aan de hand geweest. Nou ja, dat was waarschijnlijk alsnog mislukt. Of was alsnog iets gebeurd. Dan had het alsnog mislukt. Alleen dan had hij veel... Dan had hij veel minder moeilijk voor zichzelf gemaakt, denk ik. Ja, maar dat hij tenminste Leon die hem supportte. En dan was het zo van... Ja. Weet je wat dan heel gaaf zou zijn geweest? Hop tegen Leon. Dat wij Roos moeten tegenhouden. En dat Hop Leon moest tegenhouden. En dat Hop dan wint van Leon. Dat zou op zich een hele mooie ontwikkeling zijn geweest. Puur van het verhaal. Zo jammer hè, dat wij het wel kunnen bedenken. Ja, en nu niet. Want ik vind nog steeds het beste idee van Leon vind ik nog steeds dat hij geen echte champion is. Dat hij gewoon corrupt is. En dat alle matches voor hem gefixt waren. Dat zou grappig zijn, maar dat is niet zo. Nee, maar dat was de meest populaire theorie destijds toen Sword and Shield net uit was. Dat de reden was voor Leon. Dat het een beetje een schandaal was van... Ja, Leon is niet technisch niet de echte champion... Nee, want alles was gefixt. Maar gelukkig is dat niet zo. Want, of tenminste gelukkig. Dat is gelukkig voor Hop is dat niet zo. Nou, ik weet niet. Vanuit feit van verhaalperspectief had ik wel graag gevonden als dat daadwerkelijk de reden was. Ja, zeker. Want dan breken die allemaal jongens dromen nog even harder. Oh, dit is ook heel... Vind ik ook echt heel slecht gemaakt, hè. Wat, Slumbering Wheels? Nou, nee, dat is op zich vet. Alleen, want qua aesthetics is het hartstikke mooi... Maar het gaat mij meer om het verhaal dat we nu pas in de game dat zwaard en dat schild vinden. En die we meteen nodig hebben in de volgende scène, zeg maar. Als je dit bijvoorbeeld tussen Gym 4 en 5 had gedaan, dat je die dingen mee hebt. Net als in alle andere games. Dan zit dat gewoon in je backpack en dan weet je eigenlijk niet wat je er verder mee moet. En dan wordt het, dat hadden we een keer gevonden. Dan heb je het nodig, zeg maar. Dat had toch veel vetter geweest. Ja, maar voor mij heb ik dat met al gegeven. De Blackstone en Whitestone van Black and White was zeker om een restroom in zit. Oh ja, dat heb je al een keer gezegd, ja. Ja. Nu je het zegt, denk ik van, oh ja, daar hebben we het alles over gehad. Precies, en kijk, alsnog, daar was het ook al redelijk laat. Maar... Ja, of net als de Red Orb en de Blue Orb in Ruby en Sapphire. Ja, maar de Red en Blue Orb vind ik op zich net op de grens. Want jij hebt nog maar net Gym 6 gehad... En dan kom je erachter van, ze zijn nou mangpaaien. Maar het hele gedoe met Kyogre en Groudon, dat was al opgelost voor Gym 8. Ja, maar dat vind ik eigenlijk ook wel goed. Nou ja, ik weet niet welke ik zelf meer prefereer. Gym 8 of dat je tegen de champion moet en dan pas het item triggert.
Ja, oké. Het is ook nog maar net van, wat is beter? Dat je nog maar net weet dat item bestaat. Dus dat je weet dat je hebt opgepakt en weet dat je nog een back hebt gehad. Of dat je vergeet dat die bestaat, waardoor je denkt van, oh ja, die had ik nog. Ja, dat had ik vetter gevonden. Ja, ik weet niet welke ik meer fijn vind. Want dat laatste, die is heel moeilijk om goed te doen. Dat je vergeet dat die bestaat. Mm-hmm. Want de enige manier om die goed te doen, en ook gewoon moet consequent bijna goed te doen. Helemaal in het begin doen. Ja, dan zou je bij wijze van spreken zeggen van, wanneer wij, zoals je nog Samus in het begin van de game tegenkomen, dat je dan al het schild krijgt. Of een klein schild, of een stuk van een steen. Van het schild. Dat je gewoon meer ideeën, want dan heb je ook het idee van dat Sasin en Zamazenta ook daadwerkelijk een rol spelen hierin. Ja. Toegeven, dan wordt het wel een beetje een uitverkorene verhaal van, ja, jij bent uitverkoren en bladibladibla, en dat vind ik ook weer zo wat. Ja, ik vind dit zo mooi, hè, dit plaatje zo met die ark. Ja, dat klopt. Vet. Dat is wel heel gaaf. Want je weet niet wat het is. Je weet dat het een soort van eerbetoon eigenlijk is. En ja, voor de rest weet je niet zo heel veel van. Nope. Nou, hebben we dit klaar? Ja. Net een Master Sword dit, joh. Ja, ik vind het alleen wel zo geinig dat Hop zo zegt van, ja, we hebben ze nu. Ja. Yeah. En nu? Ja, nu niks. Nee, maar zijn redenering was ook van, ja, misschien gaat het ons helpen. Misschien ook niet. Ja. Ja, maar het zwaard kan je nog wel iemand steken, maar dat kapotte schild heb je gewoon. Oh, nee. Kapot schild kan je wel gebruiken. Gebruik gewoon als baksteen. Ja, gewoon mee gooien. Precies. Oké, waar moeten we heen? Hammerlock. Hammerlock. Dan heb ik een vraag voor jou. Een vraag. Wat is jouw favoriete fire type nu in je team? Mijn favoriete fire type vind ik lastig, want ik vind zowel de Ninetales vet als Chandelure. Maar jouw vraag is zeker welke doe je daaruit omdat die andere je joint of? Nee. Oh. Je hebt al meteen een fight tegen Rose en Rose heeft steel types. Welke wil je gebruiken? Dat mijn punt. Ik denk dat ik Ninetales gebruik. Fair enough. Wanneer is die fight tegen Rose dan? Nu. Ja, ik moet eerst de bos uitlopen blijkbaar, want je kan niet vliegen. Escape rope. Ik weet niet of ik die heb. Heb je. Nou. En dat zeg je niet even van Milan. Doe even escape rope, dan ben je veel sneller. Hey Milan! Touché. Waar staan die onder hier? Key item. Key? What the fuck? En deze escape rope is geen normaal item meer. Escape rope is een key item. Wat? Waarom weet ik niet? Nou, waarschijnlijk omdat ik nooit escape ropes gebruik, maar... Waarom zou ik deze game gebruiken? Ja, precies. Ja, voor dit stuk, maar... Ja, dat is de enige reden. Oké, Roos, twee dingen. Eén... Jouw stropdas is heel mooi. Twee. Jouw theming, dus de roos theme, is heel, heel, heel goed. Dat liedje? Ja. Ga ik zo even luisteren. Gewoon fucking core. Ryan staat een beetje te wachten hier. Wat denk je? Hier stil blijven staan en niks doen heeft meer zin dan dat je gewoon naar binnen loopt en Leon helpt? Nou ja... Geinig genoeg. We weten dat hij een Torkoal heeft, dus waarom help je niet mee? Precies. Want met jouw Torkoal breek je door het hele team heen. Ik snap soms de AI. Ik vind het ook wel weer grappig dat die Olenna, die gaat wel om de verkeerde redenen willen ze dat we naar binnen gaan, zeg maar. Alleen dat ze toch een beetje terugkrabbelt. Alleen ze is nog steeds wel helemaal fan van die Rose. Dat vind ik wel grappig. Mm.
Laat me er nou langs, jongens. Waarom kan ik niet naar binnen? Wat is dit? Ja, jongen, je laat me gewoon naar binnen. Waarom kan ik niet naar binnen? Oh, ik kan wel naar binnen. Ik moest alleen op A drukken bij de deur. Dat wist ik toch niet. In de oude games had dit ook veel... hier binnen ook veel groter geweest. Ja, maar dan was het een ding geweest. Dan had je bij wijze van spreken... Ja. Dan was bij wijze van spreken had je... Een soort dungeon. Even voor lol, maar dat had wat waarschijnlijk als volgt geweest. Dan was je hier binnengekomen in Hemlock als allereerste keer. Dus wanneer je binnenloopt. Mm-hmm. Dan krijg je een korte introductie. En dan zie je dat Team Yell bezig is om deze ding kapot te maken. Dus een beetje het idee wat ik een paar pas geleden mee kwam. Dat Team Yell meer een soort van, nou ja, team was van Pierce om Dynamax een beetje tegen te gaan. Omdat hij wist wat het gevolg was van Dynamax. Mm-hmm. Macro, maar is niet het geval. Escavalier. Die is vier keer zwak tegen vuur. Ja, en laat ik nog net geen vuurtype hebben. Dat is gewoon. Of Pokémon met een vuuraanval. Dus dit gaat even voor mij een periode duren, ja. 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 Nou ja, ik heb... Ah, het is wel een nice liedje, ja. Ja, dat had je wel gelijk. Man. Ik heb een Aegis Slash en ik probeer alles nu te killen met Sacred Sword, dus... En hij heeft ook een kling-klang. Een klingende-klang. Die, ja. Die heeft hij. Maar geen klung. Maar wel kling. Nee. Hoezo is hij niet One Hit KO? Wat een onzin. Oh, ja, hij heeft ook een Berserker. Hij doet Shift Gear. Weet je wat? Go. Hoezo is hij nou weer sneller? Wat shift, een onzin. Shift gear. Boost zijn speed volgens mij met 2. Of boost zijn attack met 2. En andere is dan met 1. Aha. Op zich, het is een hele goede steel move. Plumeria, ik mag jou heel graag. Maar kan je nou even alsjeblieft een keer dingen gaan one-shotten? En weer een Pokémon die vier keer zwak tegen vuur is. Ja, maar dat zijn steel types nu eenmaal. Heel veel resistances, maar als ze een weakness hebben, dan is de kans heel groot dat die weakness dubbel is. Ja. Kijk, je hebt... Oké, dat scheelt nog een heleboel. Je hebt Escavalier, je hebt Sizzle, je hebt Ferrothorn, nou ja, en Fortress. Vier keer zwak tegen vuur. Ja. Nou, op zich, het zij zo. Maar iets als Mawile, ja oké, okay. Geen vier keer weakness. Iets als een Skarmory, ook geen vier keer weakness. Dus het is, ja, nou, soms hangt het gewoon ook even af van wat ze... Copperacha is ook ground, hè? Copperacha is pure steel. Oh, is hij pure steel? Ja. Oké. Okay. Nice. Dat is echt een Pokémon van ik dacht van, oh, die is heel gaaf, maar het valt vies tegen hoe goed hij is. Ja. Hij heeft heel veel HP, heeft een paar geinige moves die hij kan leren. En dat is het. Yup. En ik vind zijn Gigantamax ook lelijk. Zijn Gigantamax is gewoon een grap naar gigantische vorken. Nee, die vork kan verdrukken, maar graafmachines. Ja. Yeah. Daar heb ik nog niet eens over nagedacht. Dat dat zo is. Nou ja. Maar nu je het zegt. Verder om over na te denken. Roos werd gegooid door mijnen. En wat gebruik je voor mijnen? Graafmachines. Wauw. En omdat mijnen niet altijd super groot zijn. Wat was de eerste Pokémon die liet zien in de game? Een Koevand. Game Freak denkt er wel over na. Mm-hmm. Maar ja. Het is niet altijd om de goede dingen. Nope. Nou, weet je wat ik zo lelijk vind aan die Gigantamax Copperajah? Is dat hij zo blokkig is. Ze slurft niet, maar de rest is allemaal gewoon een vierkant, zeg maar. Ja, dat is een beetje een grap naar... Pokémon Quest. Oeh, niet Pokémon Quest toe, maar naar... Pub toe, de Paaseiland
standbeelden. Oh, en ook, nou, dat, okay. En er zijn ook standbeelden die een beetje afgeleid hiervan zijn. Dus dat is een beetje het hele idee erachter. Hmm. En copperaja, hè? Dus koper, ja. Want hij is groen. We hebben het al gehad over oxidatie in koper, dus yeah. Daarom is hij groen. En Asia, is van Mahaja, ofwel India. Dus. Oké. Okay. Ja, waarom zou een Indische geïnspireerde Pokémon in een Britse regio zitten? Kolonisatie? Bingo. Ding, ding, ding. Ik heb Roos verslagen trouwens. Same. Ik ben alleen bang dat mijn team niet geheeld is, of wel? Nope. Niet? Nee, nu moet je team even healen. Wat een afzetters. De hele game healen zie je en nu healen zie je niet. Nee, natuurlijk niet. Bij het laatste healen zie je niet. Oké. Ja. Deze. Ja. Ik had voordat we begonnen, had ik nog... Even snel 30 voeren stros gekocht. Maar die heb ik nog helemaal niet hoeven te gebruiken. Even kijken. Waar gaan we zo meteen mee beginnen? Ik denk meneer Amaret. Ja, we gaan meneer Amaret toch gebruiken. Ice Psychic. Het enige waar ik bang voor moet zijn is misschien Flamethrower. Maar... Oh, ik kan trouwens ook met Frostmoth starten tegen Eternatus. Zou ik niet doen. Oh, nee, wacht. Hij heeft 2 draken moves, 1 poison move en 1 fire move. Dat ik een ice psychic al tegen me ga inzetten is ook eigenlijk al dom, maar... Ja. Ik wil wel zien hoeveel het takt. Yep, we gaan kijken wat er gebeurt. Nou ja, we gaan zien dat Leon gewoon een neppe champion is, want hij gebruikt een pokeball in plaats van een ultrabal. Ja, dat is toch wel van onzin, ja. Ik vind dit trouwens wel een van de allerlelijkste Pokémon's die er zijn. Hij is overdesigned. Ja, hij is echt, het is net een Digimon, zeg maar. Nou ja, sinds Sun and Moon beginnen ze echt wel met die Ultra Beasts. Dus Pokémon's die echt gebaseerd zijn op aliens, rare constructies. Dus bijvoorbeeld Circuitry, Celesteela, Stakataka. Ik vind Blacephalon dan nog wel weer vet, zeg maar. Ja, maar Blacephalon kan je op zich nog wel begrijpen dat het Pokémon is. Ja, maar dat vind ik van Circuitry ook wel. Die vind ik ook nog wel vet, hoor. En Kartana ook. Circuitry had voor mij eigenlijk wel Ghost Electric kunnen zijn. Ja, hij is Pure Electric, toch? Of niet? Hij is Pure Electric, maar Ghost Electric zou op zich geinig zijn geweest. Hij heeft gewoon gezegd van, ja, de draden zijn fake. Of de... Ja, zo, ja, ja. De draden zijn bezeten, à la Rotom, maar... kan ik nog een hit taken? Ja, vast wel. Eigenlijk is het heel erg onzin dat ik nu niet kan Gigantamaxen of Dynamaxen. Nope. Nou, dat was ronde 1. Oh, ik ben net begonnen. Ja, meneer Amaretto, hè? Psychic. Nee, ik doe nu mijn eerste aanval pas. Oké, hij is niet dood. Hij doet Flamethrower, gelukkig. Ik zei toch, Frostmoth zou niet helpen. Ja, dat was inderdaad heel goed. Hoe snel wil je van je Frostmoth af? Ja. Oké, Eternatus is nu voor de eerste keer dood. En dan krijgen we zo meteen onofficiële Gigantamax Eternatus. Want eigenlijk is dat toch gewoon Gigantamax Eternatus. Ja. In de game... Is er een move? Ik ben even de naam kwijt. Die Eternatus kan leren voor mij op level 70, 80 of 90. Een van die drie. Mm-hmm. En dan gaat hij heel kort in die vorm. Oh. Voor mij is dat Eternapulse. Of Eternamax kennen. Okay. Iets in die richting. Maar het heeft een redelijk lange animatie. En dan gaat hij ook in die vorm. Ah, oké. Interessant. Waarom die vorm überhaupt dan niet is, ik heb geen idee. Maar... Ja, Pokémon logica. Probeer het maar niet te begrijpen. Nou, ik word het best begrijpen in Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4. Gen 5, ja, maar sinds Gen 6 heb ik het opgegeven.
Terwijl ik Gen 6 nog wel vet vond. Ik vind trouwens elke Gen vet, maar... hoe heet het? Ik heb helemaal niks tegen Gen 6, terwijl er toch best wel veel mensen zijn die dat wel hebben. Ja, Gen 6 vind ik een goede formule Pokémon game. Alles zit erin. Je hebt je exploratie dungeons in Terminus Cave. Je hebt je dungeons in het begin met verschillende paden. Je hebt een paar forest areas waar je in kan verliezen. Mm-hmm. Je hebt een ice cave. Het heeft in mijn mening wel de beste collectie aan steden. Ja, want is wel leuk. Ieder stad heeft een nut en dat nut kan je heel goed begrijpen. Mm-hmm. Alleen, het is wel heel erg by the numbers. En hoe bedoel je? Waar vecht je als allereerste tegen Team Flair? In de grot vlak voor de tweede gym in de Glistering Cave, toch? Ja, je vecht tegen ze in de eerste cave waar je fossielen kan krijgen. Ja, dat klopt. Tweede keer zijn ze op zoek naar dingen voor grafstenen. Huh, Lavender Town. Hmm. Het had al heel veel inspiratie uit Kanto. Oh, uit Gen 1. Ja, ja. Oh, dat was... Het is dat jij het zegt, maar... Pokeball Factory. Ja, we willen graag de Masterball. Silver Coat, Giovanni. Ja, ik wil graag de Masterball. Ja, maar ik vond dat is echt... Als je er echt in gaat, zeg maar... Dan klopt dat wel. Alleen, ik vind dat niet overduidelijk of zo, zeg maar. Als je erop nagaat, dan klopt het allemaal. En dan is het echt wel daarvan afgeleid. Dat kan niet anders. Alleen, ik vind niet dat het 1-op-1 is, zeg maar. Nee, het is niet 1-op-1, maar... Dat is alleen nog maar even deze storybeats, hè. Ik race jou nu een andere. Charmander, Squirtle, Bulbasaur eerste. Ja. Zijn eerste starters die letterlijk in de game kan krijgen. Nee, ook de gewone starters, hè. De normale starters reken ik even niet mee. Want in heel veel andere games krijgen de starters... wanneer de Pokédex hebt complete. Ja, in postgame meestal. Ja, op zich, ik vind dat een prima beloning. Een starter. Maar ik vind het zo onzin dat het zo is van... je bent je hem ingehaald. Hier, een starter. Yeah. Ja, sorry, maar dat vind ik zo onzin. Ik ga nu pas aan die battle beginnen. Het duurt fucking lang allemaal. De eerste battle of fase 2? Nee, fase 2. Oké. Nee, maar ja, kijk. X&M begon ook van, hier heb je een Torchic. Maar weet je wat, een Mystery Gift Torchic vind ik heel erg. Dat is een beetje hetzelfde als de Gigantamax Eevee en Pikachu wanneer je Let's Go hebt. Of Gigantamax Meowth als gift wanneer je de game koopt. Weet je wat, prima. Dat wel weer Kanto is, oké, maar... Ja. Yeah. Oh, Flygon is 1 FKO. Telt dat? Ja, hè? Het telt wel, ja. Wat een onzin, daar kon ik niet eens iets tegen doen. Oké. Okay. Wow. Dat kan ik nog niet verwacht. We hebben nog niet eens één HP damage gedaan op die Eternatus. Dat is kut. Ik zit een beetje naar jouw verhaal te luisteren en opeens gebeurt dat. Nou, dan ga ik even verder met mijn verhaal. Ik heb geen idee wat ik nou moet doen, joh. Nou, in deze fight kan je toch wel weinig doen. Je hoopt een beetje dat Sashin en Zamazenta wat damage doen. En dat is het enige wat je kan doen. Jij doet geen damage hier. Nee. Maar straks raak ik allemaal Pokémon's kwijt. Ta 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 ta. Damn. Ach ja. Nee. Kan je hem poisonen met Toxic, denk je? Hij is zelf een poison type. Oh ja, kut. Heb je Celesteel bij je? Dan zou ik zeggen, probeer het maar. Maar zonder Celesteel. Nee, die hebben we niet bij me. Lekker bezig, meneer Amaretto. Ik kreeg een Max Flare in mijn kop. Ging van 180 naar 30 HP. Mm. Doet Eternatus eigenlijk straks ook die shield of niet? Nee, hij heeft geen shield. Oh, gelukkig man. Nee, maar dat zou ook oneerlijk zijn als hij die shield heeft. Mm-hmm.
Oh nee, ik moet Eternatus nu vangen. Ah nee toch. Nu al? What the fuck? Ga maar in hier, Bal. In theorie mag ik Eternatus gebruiken. Nee, ik mag hem niet. Ik mag niet op don't catch klikken. Ik moet hem vangen. Yeah. Dus hij gaat gewoon mooi in de bal. Nee, maar ik bedoel, ja, nee, klopt. Ik zou hem mogen gebruiken omdat hij Dragon is. Dat vroeg ik ook in de vorige sessie toen begonnen in Winden. Van, ga je hem gebruiken, ja of nee? Want je mag hem technisch gezien, mag je hem gebruiken. Mm-hmm. Nou, daar ben ik niet van plan in ieder geval. Of ik moet straks helemaal geen Pokémon meer over hebben. Dat is een ander verhaal. Ja, je turnt dus maar... kill je hele team. Yeah. Flygon was wel een van mijn belangrijkste Pokémon's, daar ben ik wel echt van. Ja. Oké, okay, hij is op de helft, Eternatus. Oh, hij is geburnt, nice. Clutch. Nou, ik ben klaar. Behemoth Blade. Ze doen steeds minder damage, die beesten. Lijkt zo. In het begin heeft Zacian Howl gedaan en Zamazenta heeft Lightscreen gedaan. Maar dan, toen opeens deed ze heel veel damage. Maar dan komt de standaard raid bullshit erbij van ja, we nullify alle buffs en debuffs. Yeah. Ja, en dan valt opeens de damage tegen. Oké, okay, Hobbs, de boel is dood. Nou ja, dan heb ik eigenlijk nog maar één vraag zo meteen voor je. Wat is de vraag? Wordt dit de finale, ja of nee? Dit? Nee, want ik moet zo om half negen weg. Nou, ja. Dus... dat weten we genoeg. Ja. Dus er komt hierna nog één aflevering na deze aflevering. Van 5 minuten. Waarschijnlijk. Maar dan kunnen we misschien ook gewoon achteraf een beetje ouwe hoeren over hoe het is gegaan. Precies. Session is dood. Dat is kut. Ja, dat is wel kut dat Session dood is. Oeh, Snorlax... Oh, dat was een crit. Ik wou net zeggen, Snorlax deed redelijk wat schade. Zamazenta doet crunch in plaats van die coole aanval. Ja, er is ook zin van. Weet je wat, ik moet de part niet zo lang maken. Ik doe even een move met geen lange animatie. Die Snorlax van... hij heeft weer een crit. Nice, Snorlax. Lekker bezig. Net werd mijn... want ik speel nu met... hoe heet dat beest? Even laatst... Oh, Stunk Tank. Die had ik even ingezet. Die heeft eigenlijk meteen toen Dinges doodging. Heb ik hem ingezet. Die hitte nu één keer. Of die werd één keer gehit nu. Bijna in één keer dood ook. Wauw. Gelukkig net aan niet. Oh, Samacenta doet niet eens 1 AP damage. Wat is dit nou weer? Dit is Samacenta die zegt... Oh, Milan, je moet om 8:30 weg. Oh. Ja, echt. Bedoel je morgen vroeg? Oh, dan doe ik nog even. Oh, nu crit hij niet, die Snorlax. Wat een ons. Dan moeten we nog een beurt wachten en animaties kijken. Ik heb volgens mij nog een beetje veel geld. Hoeveel quickballs denk ik dat ik momenteel nu kan kopen? Oh, hoezo killt hij hem niet? Wat de fuck ben je aan het doen, Zamazenta? Echt? Zamazenta is aan het stalen. Oh, wel als ik hier door dood ga. Oh, ik wou net zeggen. Maar ja, hoeveel quickballs denk je dat ik nu kan kopen? Heel veel. 300. 203. Ik had wel moeten zeggen. Hè? Eternatus dood. Nou ja, ik heb nog een paar
Oh, ik was vergeten mijn TM's te checken. Ik had dan wat TM's gehaald, maar... Ik was vergeten te checken... of ik nog dingen kon leren. Nou ja, boeien. Nee, ik kan kijken of ik er 300 van kan maken, want ik heb nog wat treasure. En ik zie het ook gewoon als mooie voorbereiding zometeen voor Crown Tundra. Want meer dan van tijd vang je toch Pokémon's met een Quickball. Mm-hmm. Ik ook. Yay! Eureka! Ik heb hem in een nestbal gevangen. Oké, okay, ik heb nu 350 Quickballs. Dan kan ik volgens mij alle Pokémon's die weer toegevoegd worden aan de game, kan ik weer vangen in de Crown Tundra. Dat heb ik toen met dinges wel gedaan, Isle of Armor, ook alle Isle of Armor Pokémon's gevangen. Ja, ik mis er alleen nog een paar voor een Living Dex en dat is de enige. Oké, okay, nu... ik denk dat het af is gelopen nu, of niet? Of krijgen we nu... Nee, ik heb nog een, ik heb nog een kleine cutscene van... Hey, Roos heeft zich aangegeven. Succes. Oké. Okay. Oh, we zijn in Winden. Three days later. Ja, de president van een... Een van de belangrijkste, of misschien wel de belangrijkste in heel de regio, wordt nu verdacht van terrorisme. En dan ben je 3 dagen ben je onderweg. Terwijl eigenlijk het hele toernooi door Macro Cosmos geregeld werd. Dus ik vind het raar dat Macro Cosmos dan niet gewoon of volledig failliet gaat of van het toernooi wordt afgehaald. Ja, ach ja, nee. Laten we daar maar niks over zeggen. Nee, klopt. Oké. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En vergeet vooral niet te abonneren op dit kanaal. En natuurlijk op het kanaal van Jordi, de Subpar Guys. De kanaal staat, kanaal link staat in de beschrijving. Ik zie jullie de volgende keer weer. Adios, amigos.